Hoi allemaal, ik ga weer een verhaaltje voorlezen en het verhaaltje gaat over drie jongetjes die thuis zijn en die niet zo goed weten wat ze moeten doen en de buurman geeft hun een tip. Let op. Hebben jullie niets te doen? Vraagt de buurman. De drie jongetjes schudden hun hoofd. Nou, dan moeten jullie iets bedenken, zegt de buurman. Weet je wat? Begin een verzameling. Dat is echt leuk. Ik verzamel van alles en ik verveel me nooit. Maar wat verzamelt u dan allemaal? Vraagt Joep. Kom maar mee, zegt de buurman. De jongetjes lopen achter hem aan naar binnen. En daar laat de buurman van alles zien. Een kist met schelpen, een album vol prachtige postzegels en een boek met allemaal foto's van de koning. Verzamelen is helemaal niet moeilijk, legt de buurman uit. Je bedenkt gewoon iets en dan zoek je er zoveel mogelijk verschillende van bij elkaar. Ja, dat lijkt me ook wel wat, zegt Jan. Maar wat zullen we dan gaan verzamelen? Stenen, zegt Joep. Maar dat vinden Jan en Joris niks. Slakken, roept Joris ineens. Dat is pas leuk. Wat een goed idee, zegt de buurman. Ga maar gauw zoeken, dan kan ik weer verder met gras maaien. De drie jongens gaan meteen aan de slag. Eerst halen ze een emmer uit het schuurtje en daarna lopen ze de tuin in. Ze kijken in het gras, ze zoeken tussen de blaadjes van een grote struik en ze draaien elke grote steen die ze tegenkomen om. De ene na de andere slak verdwijnt in de emmer. Al snel hebben ze een hele verzameling bij elkaar. Maar dan moeten de drie jongetjes naar binnen. Opschieten jongens, roept mama. Maar we zijn net zo lekker bezig, roept Joep terug. Maar dat kan mama helemaal niets schelen. Jammer dan, zegt ze, het eten staat al op tafel. Snel zetten de jongetjes hun emmer in de schuur en gaan naar binnen. Na het eten wil mama nog even een brief naar de brievenbus brengen. Ze loopt de schuur in en pakt haar fiets. Maar wat is dat? Ah, jakkes! Roept mama, help! Papa gaat meteen kijken en Jan, Joep en Joris rennen achter hem aan. Wat is er aan de hand? Vraagt papa. De hele schuur zit vol slakken, zegt mama boos. En ja hoor. Er zitten slakken op de muren, op de fietsen, op de bezem en op de ramen. Papa kijkt naar de drie jongetjes. Hoe komen die slakken in de schuur? Die hebben we gezocht, zegt Jan. Maar ze moesten wel in de emmer blijven, zegt Joep. Maar ja, zegt Joris, dat hebben ze niet gedaan. Papa knikt, ja, dat zie ik. Maar wat wilden jullie uiteindelijk met die beesten? Verzamelen, zegt Jan. We moesten zoveel mogelijk verschillende hebben. Ja, en de buurman die vond het ook een goed idee, zei Joep. Nou, dan heb ik een leuk plannetje, zei papa. Doe alle slakken weer in de emmer. En geef die emmer maar aan de buurman, want die is dol op slakken. Even later staan de drie jongetjes met een emmer bij de buurman op de stoep. We hebben een slakkenverzameling, zegt Jan. Ja, zegt Joep, maar mama is er heel bang voor. En daarom zei papa dat we ze aan u moesten geven, omdat u verzamelen zo leuk vindt. En dan vertellen de jongetjes dwars door elkaar heen wat er is gebeurd. De buurman moet er erg om lachen. Slakken verzamelen was misschien niet zo'n goed idee. Maar weet je wat? We brengen de slakken samen naar mijn tuin. Dan geef ik jullie wel iets anders om te verzamelen. Na een poosje komen de jongetjes weer thuis. Ze hebben een grote envelop bij zich. We hebben een nieuwe verzameling gekregen, zegt Jan trots. Maar toch geen andere beesten, hè? Roept mama geschrokken. Nee, postzegels, zegt Joep. Hij keert de envelop om boven de tafel. Oh, gelukkig, zegt mama. Papa vindt het ook een leuke verzameling. Hij rommelt even achter in de boekenkast en haalt er een mapje uit.
Kijk, zegt hij, dit is een postzegelalbum. Je kunt alle postzegels er netjes in opbergen. Die mogen jullie wel hebben. En we spreken af dat jullie voortaan alle postzegels van de enveloppen mogen halen. Maar denk erom, wel pas als wij de brieven eruit hebben gehaald, hè? Zegt mama snel. Tuurlijk, roepen de jongens in koor. Een uurtje later liggen ze alle drie lekker te slapen. En ze dromen van wel 100.000 brieven met de prachtigste postzegels erop. Hebben jullie eigenlijk ook een verzameling? Of iets wat je leuk vindt om heel veel van te hebben? Ben benieuwd? Laat het maar weten. Dag allemaal!